Ik ben Judith Osborne. De komende maanden ben ik uw parlementaire verslaggever. Ga ik taartjes eten met onze politici. En vandaag gaan we op bezoek bij Lilian Marijnissen. Ze wil het niet over haar privéleven hebben, maar we zijn wel bij haar thuis uitgenodigd. Ja, hey, hi. Goedemiddag, hi. Hallo. En een hond. Welkom in ons. Judith, hallo. Hi, hart welkom in ons. Ik heb een taartje mee. Nou, je mag kiezen. Oh. Alleen de slagroom is van mij. Nou, dan ga ik voor die. Ja. Wat is dit nou weer? Ik sport heel veel. Dat meen je niet? Ja. En wat is dit dus dan? Voor na sporten, dan heb je, ja, ik weet ook niet of het allemaal werkt. Je kan ook gewoon gezond eten, hè? Ik probeer het wel, gezond te eten, ik probeer er echt op te letten, maar ja, het lukt gewoon niet altijd naar mijn zin, laat ik het zo zeggen. Ik heb zoiets nog nooit gezien, echt nee? Maar niet. Nee. Hoe kunnen wij hier naar buiten eigenlijk? Moeten je we dat via de hond? Je kan hier naar buiten als je wil, ja hoor, je kan hier doorheen. Heb jij nou namaakgras? Ja. Vind ik zo geen SP. Je bent een van de eerste die het ziet, moet ik wel zeggen hoor. Een soort hockeygras is het, hè? In je hockeyrokje, weet je wel, gewoon zo even voor de buren. Mensen vragen heel vaak, zou je niet eens weg willen uit Os? Maar ja, misschien wel hoor, op termijn. Kijk, de kans is natuurlijk heel groot dat jij naar maart naar Den Haag moet. Ja. En wat ga je dan doen? Ja maar goed, mijn vader heeft ook altijd op en neer gereisd. Dus echt waar, elke dag? Ja, er zijn wel meer mensen die kamerlid zijn en niet in Den Haag wonen. Sterker nog. Volgens mij is dat alleen maar goed. Dat je niet allemaal in Den Haag gaat wonen en in die Haagse kaastol opgaat. Je moet in de wijken zijn, daar gebeurt het. Althans, dat vind ik. Hè? Een goed volksvertegenwoordiger is onder het volk. Stel je voor, je krijgt een half uurtje. Dan mag je een dictator zijn. Wat zou je dan doen? Wat zou je... En wat ik zou doen is die idiote bezuiniging die er is geweest op de verpleeg- en verzorgingshuizen en op de thuiszorg, die zou ik schrappen. Zou je je moeder in huis nemen of je vader? Zou je nou, dat zover komt? Ik heb daar heel veel moeite mee. Niet omdat ik ze hoort niet u dat? Heel erg vriendelijk vind. Kun je het op de buik schrijven, meneer Meneus? Ja, in sommige landen is dat normaal. Maar wij zijn helemaal niet opgevoed met de gedachte dat je er rekening mee moet houden. Dat over een aantal jaar je ouders in huis komen wonen. Sterker nog, wij hebben dat anders georganiseerd in ons land. Wij betalen allemaal belasting. Ja. Om ervoor te zorgen, als er straks iets met onze ouders is, dat we dat netjes en gezamenlijk kunnen regelen. Politiek is natuurlijk ook een beetje een slangenkuil. Ja, maar mensen zijn daar volgens mij juist zo ziek van. Maar wil je daar komen, dan zul je toch ook het beste, zeg maar, het beste moeten zijn in die slangenkuil. Ja. Dan moet je ook echt gewoon die slangenkuil kunnen manipuleren. Ja. Kijk, voor mij is het dadelijk allemaal nieuw, hè? Dus ik zal nog heel veel moeten leren. Maar ik bereid me er wel op voor dat het af en toe best wel stevig aan toe kan gaan. Ja. En dat maar je zit daar ook niet om vrienden te maken. Hè? Kijk, wat je moet doen is de belangen van mensen vertegenwoordigen die op jou hebben gestemd. Daar zit je voor. Ze gaan je vergelijken natuurlijk met je vader. En je gaf ook al aan bij mij bijvoorbeeld van ik wil het niet hebben over mijn privé. Maar is het nou niet een beetje naïef om te denken dat je je privéleven privé kunt houden? Is dat niet een beetje naïef? Nou, weet ik niet. Ik vind dat mensen daar ergens ook wel een beetje recht op hebben. Ik zit in die oude generatie, dus ik ken jou natuurlijk ook nog wel van jouw vader, van Jan Marijnissen. Maar waar ik je eigenlijk het meeste van ken, is van meneer Slachter. Heel veel mensen kennen mij ook van de acties in de zorg, bijvoorbeeld. Ja, maar ik niet. Jij niet, nee. Nou ja, dat kan. Het dat grote kan. Publiek niet. Ja. Daar zijn wel heel veel mensen bij betrokken geweest, hoor, bij die acties. Want dus wat ik begrepen heb, is ook natuurlijk dat jullie elkaar hebben ontmoet, leren kennen, door een actie in de zorg. Dan is dat toch eigenlijk gewoon ontzettend mooi. Ja, nou ja, goed. Ja, is toch ook leuk? Ik heb daarover gezegd wat ik wilde zeggen. Ja. En dat is voor mij meer dan genoeg. Mogen we aan de taart? Ja. Want hij had er een tomaatje op moeten liggen eigenlijk. Ik wou net zeggen, is het een tomaat? Of, nee. Maar ja, hij is wel rood. Zoals de liefde, comme l'amour. Maar hoe is het nou eigenlijk met de liefde? Maar daar ga ik niet met jou over kletsen. Nee. Want dat vind ik echt niet interessant. Maar het gaat wel goed met de liefde. Dat gaat hartstikke goed met mij. Dus daar hoef ik me geen zorgen over. Nee, je hoeft je absoluut geen zorgen te maken. Ik ben heel blij om te horen dat het goed gaat. Ja, het gaat hartstikke goed.